Hi en welkom bij de eerste YouTube-video sinds een hele lange tijd. Het is vandaag woensdag 25 augustus en ik heb mezelf voorgenomen om elke woensdag een YouTube-video op te nemen. Als het aan mij ligt doe ik het vaker, maar laat ik nou geen beloftes maken die ik misschien niet waar kan komen maken. Dus we gaan gewoon één keer per week in ieder geval een YouTube-video maken. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je Pangolin kan kopen. Het is al zo dat Avalanche natuurlijk flink omhoog is gegaan en Pangolin is daarvan de automated market maker. Goed, laten we gewoon direct starten. Als eerst ga ik mijn Bitcoin even overzetten naar Bitfavo weer. Want dan zou je theoretisch gezien dus gewoon deze tutorial kunnen volgen. Hoe en waar je Bitcoin kunt kopen met Ideal. Oké, zorg er als eerst voor dat je je Bitcoin verkoopt weer voor euro's. Dat kan je doen door naar Bitcoin te gaan. Je klikt dan op sell, je selecteert hoeveel Bitcoin je wilt gaan verkopen, hoeveel euro's je ervoor krijgt. Klikt op sell en dan heb je in principe euro's in de vorm van credits op Bitfavo staan. Omdat we Pangolin gaan kopen en dat op de Avalanche contract chain staat, gaan we Avalanche kopen om die te kunnen swappen naar Pangolin. Dus we zoeken hier naar AVAX en dit kan natuurlijk ook gewoon op Binance of andere exchanges waar je in principe crypto hebt staan en waar AVAX dus ook beschikbaar is. En we gaan voor het bedrag dat we hebben Avalanche kopen. Hiervoor krijgen we ongeveer 9,79 Avalanche terug. Alleen ik zie wel dat ze withdrawals hebben disabled op Bitfavo. In ieder geval zou je normaal gesproken Avalanche kopen en dan kan je die dus wegsturen naar je MetaMask wallet. Maar dat gaat niet. Dus we gaan gewoon wederom weer van Bitfavo af. En ik zal hier eerlijk zeggen, ik heb hiervoor dus een fragment opgenomen. Toen was ik niet echt positief over Bitfavo. En dit is echt issue 3 waar ik tegenaan loop. En dat kan je zien als je rechtsonder naar de tijd kijkt. Dus we gaan gewoon lekker af van Bitfavo. Mocht je dat overigens ook willen doen, dan is de beste manier bijvoorbeeld om te kiezen voor Nano. Nano kun je dan kopen. En die koop je dan, want Nano heeft vrijwel geen transactiekosten. En wat we dan nu gaan doen is we gaan naar een wel goede exchange zoals bijvoorbeeld Binance. En daar loggen we even in. En als we ingelogd zijn dan gaan we naar onze wallet toe. En dan zoeken we naar de Fiat en Spot wallet. En dan gaan we naar Nano. Die hebben we hier zo staan. Dan gaan we deposit klikken. Via het Nano netwerk. Dus we gaan hier naar withdraw. En dan pakken we het Nano adres. Dat kopiëren we. Die plakken we hierin. En dan moeten we hem toevoegen. Dan noemen we deze Mike Binance Nano. Daar plakken we dat adres in. Continue, start recording. Scherm 1, nu checken zij, dan zien we hier dat adres staan. En dan complete recording, ja, het staat erin. Dan vullen we ons wachtwoord weer in. Dat doen we, dat activeren we door middel van onze mail. We confirmen, we gaan door. Dat adres is nu, als het goed is, verified. Dus we gaan weer naar Nano toe. We gaan naar withdraw. Dan staat eindelijk dat adres erin. We plakken ons Nano-adres. We gaan door. We sturen al onze Nano er naartoe. To continue. Onze two-factor authentication code. We klikken doorgaan. Hij is verzonden. Gelukkig gebeurt dat allemaal super snel altijd. Dus we gaan hier naartoe. En dan gaan we naar de markets op Binance. En dan zoeken we naar de Nano-markt. En die hebben we voor BTC hebben we die. En ook voor Fiat. Nou, we kiezen heel even gewoon deze. En dan zetten we hem. Of ja, wacht even. Het is belangrijk dat we er ook Avalanche van kunnen maken. Dat kan ook voor USDT. Oké, super. Dus we gebruiken wel deze. En dan gaan we naar verkopen.
En dan moeten we denk ik even wachten, want ik zie dat er nog geen nano op staat. Oké, als onze nano dan eindelijk staat op Binance, dan verkopen we al onze nano. En we sellen dat. Oké, die order is gefilled. En nu gaan we nog een keer naar de markets, maar dan voor Avalanche. En dat doen we op de fiat market, want we hebben er net USDT voor gekregen. En die USDT gaan we dus omzetten naar Avalanche. En dat doen we gewoon met het volledige bedrag. Even kijken, buy. En we zijn er ook bereid om iets meer voor te betalen. Dus, want we willen gewoon in één keer dat die order gewoon vervuld wordt bij Avalanche. Oké, die order is nu gedaan. Dan gaan we nu naar onze wallet wederom. Dus hier zo. En hij zit in onze spot market wallet. En dan gaan we naar Avalanche. Dan doen we withdraw. Want we willen die Avalanche nu storten op onze MetaMask wallet. Als je niet weet wat dat is, dan zoek je naar MetaMask in YouTube. Of Google, sorry. Dan klik je op het eerste resultaat, metamask.io is het. Je hebt hier rechts een downloadknop en hier een install MetaMask voor Chrome extensie. Je kan hem ook op Firefox, Brave en Edge downloaden, maar ik gebruik Chrome. Dus dan klik je daarop, je installeert hem. Oké, het eerste wat we gaan doen is dus een Avalanche wallet maken. We kunnen dat doen door naar coinmarketcap.com te gaan. Dan zoeken we naar Avalanche, dus dat is AVAX. We klikken daarop, we gaan naar de avax.network site en dan is het gewoon wallet.avax network zonder www ervoor, ISO. Oké, en hier kunnen we een Avalanche wallet maken. We klikken dan op create new wallet. Wat we ook kunnen proberen. Nee, wat we gaan doen is een nieuwe wallet maken. En we genereren dan een key, maar die ga ik je natuurlijk niet laten zien, dus één momentje. Oké, en nadat je dan dus die stappen hebt doorlopen, dat je die 24 woorden opschrijft, et cetera, dan kom je hier zo terecht. Oké, we kunnen nu met onze walletadres hier zo, kunnen we nu Avalanche opnemen. En dat start met een X naar onze Avalanche wallet vanaf Binance. Dus we klikken nu dat we alle Avalanche willen opnemen. Withdraw. Dan moeten we weer die stappen doorlopen. Even dubbel checken of dat goed is. Inderdaad, dat is goed. Mainnet, et cetera. Oké, dan ben je op dit moment aan het wachten tot die bevestigd is. En we het te goed dus gaan zien in onze Avalanche wallet. Wat we in de tussentijd even kunnen doen is hier zo op je MetaMask een account aanmaken als je dat nog niet hebt voor Ethereum. Of je importeert natuurlijk een Ethereum wallet, maar je zorgt er in ieder geval voor dat je daar ook een wallet aanmaakt. Wat we daarna gaan doen is dat je het Avalanche netwerk gaat toevoegen. Dus de makkelijkste stap is door naar de Pangolin Exchange te gaan en dan klik je op Launch App. Dan kom je eigenlijk gewoon weer hier. Heb je rechts een knop met Connect to a Wallet. Klik je MetaMask. Je selecteert dan het Ethereum account en dan klik je op Connect. En wat we daarna zien is dat je hoogstwaarschijnlijk een melding krijgt. Dus wacht even hoor. Daar staat, als deze dus op de main netwerk zit, dan, en je probeert hem dus te verbinden, dan zegt hij switch to Avalanche chain en dan geeft hij automatisch zelf de suggestie om de Avalanche chain toe te voegen. Daar switch je dan naartoe. En je bevestigt dat het een vertrouwd netwerk is. En dat moet je overigens niet altijd zomaar blind doen. Want er gebeuren heel veel scams met dit soort netwerken. Maar dit netwerk is gewoon te vertrouwen. Want het is het Avalanche Contract Chain. En wat we dan doen is dat deze is verbonden. Wat we hierna willen doen is Pangolin toevoegen aan ons overzicht hier zo. Dus we klikken op voeg token toe. En dan wordt er om bepaalde informatie gevraagd. Je hebt hier zo een smart contract adres bij Pangolin zelf. Dit kopiëren we. We zien dat het op een Avalanche contract chain is. En dat voegen we daarna toe aan onze MetaMask. Ik ben hem even kwijt. Maar we klikken op dus voeg token toe. Hier het contract adres. Dan geeft hij automatisch zelf de suggestie PNG. En kopieer dit dus niet zomaar van een willekeurige plek af. Maar gebruik daarvoor dus wederom
coinmarketcap.com, want dat is gewoon over het algemeen een te vertrouwen plek. Oké, nu ben ik hem weer aan het wegklikken. We doen volgende tokens toevoegen en nu staat die als asset tussen onze assets. Oké, op onze Avalanche wallet staat ondertussen ook onze Avalanche. En wat we nu gaan doen is klikken op crosschain hier zo. We gaan naar crosschain. Daar selecteren we inderdaad de X van Exchange, want we zien ook dat onze balans daar zo staat. En de destination wordt de C-chain voor contract chain. We klikken op maximaal. Even kijken, ja dat klopt. En dan sturen we nu onze Avalanche daar naartoe. We klikken op transfer. Nu wordt het geëxporteerd en ook geïmporteerd. Oké, hij is ondertussen is die verwerkt. Dus nu staat hij op accepted. Het kan zijn dat je het misschien twee keer moet proberen. En dan gaan we nu naar send toe. En hier zo klikken we de source chain C aan. Want we hebben er net een C van gemaakt. En dan klikken we wederom op maximaal. En dat gaan we sturen naar ons MetaMask adres. Dus we kopiëren dit adres. Dat plakken we hier zo. En wat je het beste even kan doen, ja, plak het hier zo. En dan gaan we dat gewoon sturen. Klik op confirm. Send transaction. En het is verzonden. En nu staat het dus op het Avalanche netwerk. Oké, wat we nu gaan doen is we gaan weer naar de Pangolin Exchange app. Dus we klikken op Launch app. Dan kom je weer in dit overzicht hier. Die wallet was al verbonden. Dus die zit erin. En we zien hier dat we Avalanche hebben. Wat we nu gaan doen is onze Pangolin kiezen. We klikken op Pangolin. We selecteren maximaal. En nu gaan we die Pangolin omzetten. Dus we klikken op swap voor het bedrag dat we willen omzetten. Oh, maar ik bedenk me ineens wat. Goed. We swappen het bedrag. En we klikken op confirm swap. En nu wordt het geswapt. Je krijgt hier dat er een... we moeten natuurlijk iets minder doen omdat we nog die transactiekosten hebben om en nabij. Dus wat we doen is we maken het eventjes gewoon rond. En we klikken dan op swap, confirm swap. Oh ja, dat was die andere transactie nodig. Oké, dus... Dit is echt vervelend soms. Maar oké, afwijzen. Oké, dus deze. Wat we doen is we swappen dus iets minder, zodat we genoeg hebben voor de transactiekosten. En dat doen we nu dus ook daadwerkelijk. We klikken bevestig. Wat we misschien... Ik zie dat die 0,02 is ongeveer. Dus we kunnen ook hier gewoon een tweetje van maken. En dan doen we swap, confirm, oké, bevestigen. Dit zetten we over. En voor mij doe ik alsnog die ene. Nou, fuck it. Oké, hij is omgezet naar Pangolin. En nu zien we dat we ook onze Pangolin hebben. Dus wat we nu nog kunnen doen is even refreshen. En dan even het laatste beetje Avalanche overzetten. Dat lukt zeker niet meer. Ah jawel, dus hier zo. En dan maken we hier even een eentje van. En dan doen we het alsnog naar de Pangolin overzetten. Voor die laatste Pangolin die we ook willen hebben. Bevestigd. Oké, nu staat die geëxporteerd. En nu kan je al hier zo zien als je goed opletten. Dat als we dan naar assets gaan. Dat we dan dus Pangolin hebben aangekocht. En nu zit je Pangolin dus veilig in je MetaMask wallet. En die kun je daar dus dan gewoon bewaren. Nou, je wil niet weten hoe lang ik heb gedaan over deze video. Er is echt van alles fout gegaan in de tussentijd. Ook omdat ik onder andere startte met Bitfavo. Ik weet niet of ik dat in deze video laat, maar... Oké, in ieder geval, we zijn eruit. Dit is hoe je Pangolin koopt en dus kunt aanschaffen zelf. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik ga ook een aanvullend artikel schrijven over hoe je dus Pangolin kan kopen. Mocht je dit gewoon rustig willen lezen en dan de stappen willen volgen... In elk geval heel erg bedankt voor het kijken. Check bitcoining.nl voor meer informatieve artikelen. Ik ga elke woensdag dus een YouTube video lanceren. En in ieder geval bedankt voor het kijken en ik wens je super veel succes.